Thorsten en Elwin. Ik hoop dat ze een off-day hebben en dat ik een hele goede dag heb. En misschien dat Elwin gewoon te verslaan is vandaag. Relaxed. Niet, nou, relaxed wil ik niet zeggen, maar ik wil heel net presteren. Hè. Dus druk staat er weer op. Beste tijd, dus weg is 6-7. Thorsten en Elwin, all broken. En in de volgende, die verder achter. Thorsten gaat all broken op die bal mislukt. Thorsten en Elwin. Rap voor rap samen in de pistol spot. Hier komt Elwin aan. Dit maakt hem spannend. Laatste rap voor Thorsten. Als Thorsten die niks rechts doet, gaat hij binnen van Elwin. En hij wint die bal. 7-0. Ja, dat ging beter dan verwacht, moet ik niet per se zeggen. Ik had gehoopt dat ik hem zo lang mogelijk ontbroken zou kunnen doen. Niet helemaal gelukt volgens mij, maar toch goed. Dus, prima, daar ben ik tevreden over. Dus nee, de eerste was wel lekker. Tevreden met mijn tweede plaats, dus ik mag gaan niet klaar. Het ging op zich wel lekker, alleen Elwin en Thorsten die gingen sprinten. Dat is niet wat we hadden afgesproken, maar nee, ging wel goed. De tweede wordt wel zwaar, vooral die laatste ronde op de front squat. De tweede wordt in ieder geval lekker, daar wordt wel samen in het gratje zeg maar, de pijn op zoeken. 3, 2, 1, here we go! Al beter beginnen weer met die front open, 4 herhalingen in totaal. En de voor ze hier in de als eerste naar voren, kan niet anders zijn dan Elwin Davis. Jullie gaan meteen aan het werk met die front squat. En je raakt die laatste stap al. Ik ben wel weer kosten. Wie van deze twee gaat het winnen vandaag? We gaan hier weer. Hier, Bronto met me niet het wel. Deze Bork, ze hebben een aardig tempo in. En ze hebben nog drie keer gezien. Elwin Davis, die buiten adem is. Hoe deze deur gaat. Laatste loodjes voor Thorsten en Elwin. Deze Bork is er bijna. Ze is nog één uur verkocht. Ja, bizar. Had ik echt niet verwacht. Ik voelde makkelijker om touch and goes te doen dan neerzetten en weer optillen. Geen idee wat er gebeurde, maar ik zag dat Elwin brak. Toen dacht ik, oké, nu moet ik doorgaan. Deze workout had ik echt niet verwacht dat ik eerste zou worden. Het was wel een energietrekker. Dus ik ben blij dat ik niet volgens mij op super veel afstand ben ten opzichte van de rest. Maar het is gewoon proberen door te gaan en niet stil te vallen. Dat was volgens mij het allerbelangrijkste. En het is wel redelijk gelukt volgens mij. Ja, na de Lowlands heb ik bijna geen metcons meer gebruikt. Want we zijn nu wat meer krachtgericht. Dus ik draai ze dan wel, maar wel veel minder dan voorheen. En dat merk je dan wel nu. Maar nog steeds derde plaats volgens mij, dus dat is prima. Angstig, misschien wel. Ik bedoel, je wilt altijd gewoon. Je doet mee om te winnen en niet mee te doen om derde te worden. Dus ja, straks nog even knallen. Je bent de drie bestaat uit drie leden. Dit is een afvalrace. Ja, flinke pil. Doodgaan. Spannend. Dus, ik heb nooit echt een afvalrace gehad. Dus eerste keer. Dus ik ben benieuwd. Dus dat kan heel positief uitvallen of heel negatief. 3, 2. 1, go! Deze Danny, word je eerst? Heb je gewonnen? Heel simpel. Thorsten, word jij eerst? Heb je gewonnen? Heel simpel. Elwin, wint jij deze heat?
heb je gewonnen. 3, 2, 1, go! Dit is de finale! We kijken naar lane 1, Torsten. We kijken naar lane 3, Alwin. En we kijken naar lane 5, Danny. We gaan als hazen over die box heen. Alwin Torsten, lijkt hier blijven in, dan volgt het even voor. Dit is de finale die we willen zien. Nee, dat gaat niet vervelen, wees maar niet bang. Nee, leuke dag vandaag weer. En het was dit keer heel spannend vergeleken met de vorige keer. En je hebt het prima uiteindelijk, hè. Het was vandaag wat minder in het begin. Nou ja, minder, ik bedoel, presteer gewoon goed. Tweede en derde gewoon op de workout, maar ja. Dan weet je dat je wat goed te maken hebt aan het eind. En dat is wel zo leuk. Dan ben ik heel blij. Ja, daar train je voor, hè. Daar steek je al die uren erin. En iedereen steekt die uren erin, maar. Ik wil altijd de eerste worden, maar. Dus nee, als ik, anders was ik hier niet. Ik was dichtbij, maar dat is niet goed genoeg. Dus, zie je volgende keer. Ik zal gewoon een handstand walk doen. Handstand walk. En handstand walk. Misschien wil ik daar eens een keer eerst. Ja, ik heb het verpest. Weet je, zit de kaart te lachen. Ja, ik had het echt verpest. Fucking burpees, ik was helemaal de tel kwijt. Ik moest er flippen, ik was die boxen niet meer aan het flippen. Ik was helemaal kwijt. Toast de bar met één voet aantikken, echt 10 keer. Ja, ik was helemaal de weg kwijt, ik was helemaal gescoord. En toen zag ik jou bij die deadlift, toen zag ik hem gaan staan. Toen dacht ik, oké, misschien kan ik nog. En toen voelde ik die deadlift zo. Oké. Het voelt aan als een one rep max. Kut. Toen wist ik dat het fuck was. De bandwinnaar van vandaag, Elwin ter Havest! Oh, ja, het is over, hè? Yes, applaus voor jullie bandwinnaars van vandaag.